Yep. Ik moet natuurlijk niet hebben dat ik nu een nieuwe startmotor moet hebben, want daar heb ik geen geld voor. Voordat corona uitbrak, waar verdiende je toen geld mee? Een deel met gitaarles geven en het andere deel met optreden en verkoop van cd's. En gewoon optreden, liedjes schrijven. En dat deel ligt gewoon helemaal stil nu. Ik verdien echt helemaal niks op het moment. Voor mij is echt alles weggevallen qua inkomsten. Ja, toen het begon, de eerste week, ik was meteen best wel in paniek. En ik dacht, ik moet shit gaan verkopen. Dus ik heb wel gelijk wat effectenpedalen verkocht en ik ben wat kleding aan het verkopen. Wanneer het spannend wordt, ik heb nou nog, weet ik veel, 2000 euro om... Dus dat heb ik nog. Die gitaarlessen gaan nog door, maar dan ligt in de vakanties ook stil. Ik heb zelf wel een beetje achter de hand, maar dat zou fijn zijn dat het niet allemaal op hoeft te gaan. En verder is er een soort uitkering voor de ZZP'er, dus daar ben ik wel super blij mee. Maar er zijn ook nog heel veel dingen die wel mooi zijn. Ik heb een bootje nog. Nee, het komt wel goed. Het is allemaal wel oké. We hebben gewoon nu een soort verplichte vakantie. En beter geniet je er maar van.